go. Meg masra prisiri in ero. Meg a glory. Meg a glory fu masra. Zafutego. Meg masra prisiri in ero. Misa singi. Misa singi ki masra. Hierbij nodig ik uit diakones Damaris Adjusutiro, die ons zal bemoedigen met het woord. Come on, give her a hand. Shake it, 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 sh
Dat de ketting is gebroken in de naam van Yeshua. We proclameren dat alle zieke macht is waai in de naam van Yeshua. We proclameren dat als Sansa we afvangen, dat de manting is ontvangen in de naam van Yeshua. We proclameren, God, dat u zal zenden uw woord tot de manting. En u zal dressen, u zal herstellen, u zal bouwen op, u zal versterken in de naam van Yeshua. We proclameren aanwezigheid voor Jehovah, jou en jouw vriendin. En bij Yeshua de, no one to be hell, kan door naar tomorrow. Maar bij Yeshua de berg is melk like once. Bij Yeshua de, door brand de, bij Yeshua de, amazing de, bij Yeshua de, bij Yeshua de, bij Yeshua de. We proclameer a autoriteit voor Yeshua Hamasia in a osoja in a name voor Yeshua. A autoriteit voor Yeshua de in a presija. Bigi tegi masasa you afanodu. Bigi tegi gado sa you afanodu. Sabifa you concha tire mande. Bigi tegi gado masrami up this and this fanodu. Send you word to tire mande. And I go amwa libisma. Tegi masra. Yes, yes. Masra, we put a word to you, ano. God has sent you word to the moment, befest you word to. And make that name for coming, Yeshua, wawa, is alla glory, alla grani, and alla praise, in the moment. Give that cone for cone, and begi ano, to the moment. Alleluia, je mag take your praise.
Ade wan bigi fore. Fuman nabjas oti de mamanting fu bemudah yu fanuit awor tu fu masra. Amen. Taba fos presi. Mi wan tagado grantangi fu ingenade. Dat mi be mag oppo gezond en welf mi bedi. En she aleti fu anyunis anyunde dis baka. I don't take life for granted. Het is genade. Ik zeg genade. Dat u hier zit is niet vanzelfsprekend. Het is genade. Vanaf vorige week ben ik fit na een soort vervelende griep. Dus als u mijn stem nog een beetje hoort. Ik hoop niet dat het me in de steek laat vanmorgen. Dat apostel voor Oso, hij is weliswaar niet in het huis. Maar de ouderlingen zijn hier. Elder Joos en Elder Deborah. Thank you voor het vertrouwen in mij gesteld. Om het volk van morgen te kunnen bevorderen. Het woord van de Heer. Ook de overige leiders. I salute you. Thank you. En zie de manting, brother Nangasisa. Mikong fu bemoedig you. Mikong fu bemoedig you na nga award to fu masra. En u sabi ano de wang gemakkelijk ni fu nabjaso. Misschien is het eenvoudig. Maar het is iets bijzonders. En mi ebribi na nga mi ati dat si de manting award to fu gado mag bemoedig you. Ik ben ook maar een mens. Mino sabi fa yu kong ja ti de manting. Ik weet niet, ik zeg het vaak. Ik weet niet wat het u heeft gekost om vanmorgen hier te zijn in het huis van de Heer. Ik zie u lachen. Ik zie u met uw mooie das en uw druk. Maar sabi astreza yu befeti fudoro ja ina oso. Mi apuan tusma ina oso ti de manting. You a shimit nabja, maar you no be sabi sort feti mi be apu feti. Fuman nabja, so ti de mamante, fumbo moedig you. De sani sami be mek me afgelopen wiki, de ontmoedigingen. Dan nog, mi betegi mi srefi, sta op. Sta op. Omdat awortu fu masra, ei kenki sani. Awortu fu gado, ei bemoedig wi, ei versterk wi. So lisi libisma ne begrijp wie. De ne begrijp door zijn je ego. De begrijp den sani na nga san wie e. Van om kon eruit. U toch? Vooral wij als vrouwen houden ervan om te denken. Hoe, wat, wanneer. Maar de award to fumasra altijd. Mi kan tag you, mi kan verzeker you. Altijd award to op wan instructie, wan bemoediging, giu voor je opobaka en takia here misagodoro na ngayu. Mino sabi fiuma, ik dat is mijn ervaring met Gods woord. En daarom ti de mamanting, die mi be suku masa, mi be aksigado, soort woord to mi mushari. Want laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, we kregen genoeg onderwijzing in dit huis. Genoeg onderwijzing. En als je leest, de jong kies een beurt, dan denk je bij jezelf, oké, daarover ga ik nu moeten praten. En maar is simpel tegen mij gewoon. Mij moet tegen jou. A woord of masra. Mijn onderwerp voor die de manting de slechts één woord. Slechts één woord. Dat naar mijn onderwerp. Weet u woorden? Woorden kunnen een enorme impact hebben. Woorden. We zeggen vaak, woorden hebben kracht. En dat is ook zo. Woorden hebben kracht. Soms is het slechts één woord die soms je dag kan verpesten. Gewoon één woord die je van slag. Je laat die balans helemaal. Eén woord. Maar soms kan het ook zijn, slechts één woord. Die je dag zo mooi maakt. Die je zo bemoedigt om door te gaan. Een woord. Een woord. Woorden hebben kracht.
En si de manting wo axigado wa wordu. Slechts één woord wo axigado si de manting. Yude na ngami. Mesuko wan tusma di wan bribi na ngami si de mamanting. Brib gado gi wa wordu nomo. Wa wordu. Di kan kenki situatsi. Di kan chawa doorbraak na in yu libi. Di kan chaga gebedsverhoring. Je brief naar mij. One word to no more. Gaan we ervoor? Open met mij, Matthäus 8. Matthäus 8, vers 5. De hoofdman te Kafarnaüm. Toen hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. En hij zeide tot hem: Zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen en hij gaat heen. En tot een ander, kom en hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden. Voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en de tanden knars. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Amen. Wat mang bede, wat hoofdman. En dat bekona masra Jezus. In het eerste vers, we lezen. Kwam een hoofdman tot hem met een bede. Met een bede. Tire mamanting, van jou kona ina osofu masra. Je kon ook toen naar een biggie. Je kon ook toen naar een verlangen. Je kon naar een zang broeder Donald van Tak verwachting die de manting. Naar een zang je kon die de manting voor niet naar Yeshua. Of je kon gewoon bakken weer een zondagdienst. Routinematig. We moeten in het huis zijn. Pastor moest je niet anders op. Ebel, mi pim, tang, pim, de. Of zei de mine kong. Of je kon daadwerkelijk, zal ik vast elder jou stakken, je ati. En ik ga om amang fugado, maar ik ga voor meet naar Yeshua. Sana abede voor jou, tide mamanting. Abede voor amand die si bende. Abe wani dat in knekti moest vinden wan genezing. En abe aksi masra Jezus, slechts één woord. Slechts één woord. Meester, heb ik nodig. En mijn knecht thuis zal genezen. Eén woord. If me be ma aksi u ti de manting. Sana asani sa yu wani dat gado mus dugi u ti de manting. Zou u me antwoord kunnen geven vanmorgen? A hoofdman die zie beerken a autoriteit voor Yeshua. A beerken dat if a be aksi masra, one word to no more, abopsa. Dat want taki, je moet wel weten, je moet zo zeker zijn van je zaak dat het gaat gebeuren. En dat was zijn geloof. A beerken a autoriteit. En a be bribi. Dat if Masra Jezus betak a woord toe, a situatie bokinki. So lazy, we begi Masra, we aksi Masra wel. En we belop a voorbeeld, sa sister Teersa behaal aan die abing
gien overdenking. Dat vaak genoeg te wek masrana in uw libi, dat we bribia dat hij onze ziel heeft gered. Toch, we geloven automatisch heeft onze ziel gered. Maar wanneer het erop aankomt, voor brib masra die onmogelijke sani, dan vaak genoeg moeten we eerlijk zijn, dat twijfelen we in ons hart. We zeggen wel van ja, Heer, het gaat het doen, maar ergens weer twijfel. Gaat het wel gebeuren? Hoe gaat het gebeuren? Wanneer gaat dat gebeuren? En dan weer beggy, weer beggy, weer beggy, weer beggy. Maar als ze niet kinkie, dan weer raken ontmoedigd. Dan weer begin ik, heb ik geen geloof? Is mijn geloof niet genoeg? Zij de situatie niet kinkie. Openangami, Johannes 16, vers 33. Johannes 16, vers 33 zegt, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In het tekstgedeelte die zie, wil ik het meer hebben over het stukje, in de wereld leidt gij verdrukking. Brother and sister, a text this one tegi we, solang we sadena in a grontapu disi, zullen wij door problemen gaan. Zolang we in deze wereld zijn, gaan we problemen kennen. In een Engelse vertaling staat er, you will have trouble. Situaties, stormen, omstandigheden, zolang we de in a grontapu disi, gaan we ze allemaal meemaken. Maar at a mooi sani, sa gada woord to etegi we, is dat we kan op vrede. Te midden voor wie storm, te midden voor wie omstandigheid. God etaki, ik geef u mijn vrede. Mijn vrede. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat want taki, Masra Jezus schreef, die abedent op grond tapu, ook toen ik ben met bepaalde sani mena in Libi. En we kunnen zijn leven als voorbeeld gebruiken. En Wansani, ze altijd, Omashi, is dat het woord van God, het heeft kracht. Een woord voor Masra op kracht. In Psalm 107, vers 20. Psalm 107, vers 20. Hij zond zijn woord, hij genas hen. En hij deed hen aan de groeven ontkomen. Zo, we lezen het. We lezen, zolang we de in de grond tapu, gaan wij problemen hebben. Verdrukking, trouble. Maar God etaki, een medicijn voor je situatie, een medicijn voor je omstandigheid, de award to Fumasra. Hij zond zijn woord en hij genas hen. En hij deed hen aan de groeven ontkomen. Dat want dat die groeven aan de dood. De sollicite a situatie zo heavy dat je zoekt dede schrijft. A woord voor masra kan chawan kenki kong. A kan chawan omakeer kong. A kan redden je ziel voor dede. Dat de a woord voor masra. En zie de mamanting, mi kong fu bemoedig jou, brada nanga sisa. A de ting dat jou nanga mi moussap a woord fu masra. Ano kan deso dat wa moslim sap a woord tu moro jou nanga mi. Ik kan u zeggen, die moslim weet precies wat in het woord van God staat. Aksi wam ching fu masra, ano sabi. U de afhankelijk fu apostel die je onderwijs wie naar in haar woord toe, alleen op de zondag en op de woensdag.
Mate you de na oso, you de wan student fu a wortu. You e aksi masra, masra gim wan wortu tide. Wan wortu. A wortu no de wan gi sonde na nga woensdag. Daarom, wi de swaki. Satan echa twijfel kona in wi ati. En una mau weer leg alleen omdat uno sap a wortu. Die Satan ben kon voor verlei masra Jezus. Van masra bewin astree. A ben taki er staat geschreven. En si de man ten brada nanga sisa a de ten no. Dat you nanga mi e open no. En tak ook to er staat geschreven. Oh, a situatie so onmogelijk. Koers ik ga 40. Maar er staat geschreven. Hij is mijn voorziener. Dus met nap tap a woord toe. Kom ik om, dat kom ik om. Omdat a knap ja zo. Zat de a fundament voor jou. Te streek kon dat we waai gelijk we. Of we hoor vast na a woord toe. Look hoe sa Moses etaki. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 44 tot 47. Mozes einde nadert. Mozes dan kwam en sprak ten aanhoren van het volk al de woorden van dit lied. Samen met Hosea, de zoon van Nun. En nadat Mozes al deze woorden tot geheel Israël gesproken had, zeide hij tot hen, neemt al de woorden ter harte waarmee ik u heden vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen, al de woorden deze wet nauwgezet te onderhouden. Want dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Door dit woord zult gij lang wonen in het land dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Want dit is voor u geen ledig woord, broeder en zusters. Een woord voor masra en de inhoudloos. Het is niet ledig, maar het is uw leven. Het is uw leven. Kijk wat hij zegt. In Deuteronomium 30, denk ik. Even kijken. Geschreven. Ja, Deuteronomium 30, vers 11. Want dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, omdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen en het ons doen horen, omdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade, doordat ik u heden gebied, de Heere uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Heere uw God u zegene in het land dat gij in bezit gaat nemen. Amen. Opdat de Heere u kan zegenen. Dit is het hart van God, mijn broeder en zuster. De Bijbel zegt, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van heil, vrede, om je een hoopvolle toekomst te geven. Nou, als hij ons een hoopvolle toekomst wil geven, dat wil zeggen, zegeningen zijn er inbegrepen. You bless you. De inbegrepen in een hoopvolle toekomst. Dat de apraxerie voor Masra. Voor bless in volk. En Mozes zei, Tadja, het is niet moeilijk, zou je moest doen. Nou, wat wie afvoegen naar hemel en kom bakken, voor doen.
enigste sansa yun ang aming musdu is onderhou de verordeningen, de geboden, de inzettingen. Joshua 1 vers 8 zegt, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins, overpeins, het dag en bij nacht. En dan stopt het niet daar. Het staat niet alleen om denk je wang awoord. Nee, het gaat door en het zegt handel, handel, overeenkomstig awoord. Wie je handel overeenkomstig awoord. D.L. Moody, nou een biggie man fugado en abetaki. Het woord van God is niet alleen om onze kennis te verrijken. Maar een woord voor masrade, voor kenkiwi, voor transformerwi. Apostels en wansan in een ept is de. Dat de ahersani, masra Jezus moest controleren, zichtbaar, door alibi voor wie. En if we net doen, dan sani is een woord to leer wie voor doen. Dat we know she den doorbraken of wie. We know she den overwinningen. Want we def afhankelijk. Fusangs elder Joost en leer me. Oh, dat staat daar nog. Oh, dat is zo nog. You must studeer a word to give you strefi. You sap om een lazy tijdens mijn stille tijd. Mi be aksi masra, masra give a word to. Tak nangami. En dan... Ik ga u zeggen, als u God gaat vragen, hij gaat tot u spreken. Ik daag u uit de week die voor ons ligt. Vraag hem om u een woord te geven. En alle lezen die me bekonnen in een ossofumasra, me jere a semtex. Semtex. Zag gado begin me in mijn binnenkamer. Dat het tegen me gado a bemoeienis naar me. En dan a bemoeienis naar u ook toe. Fos pastor, I give you an instruction. Master, I give you an instruction. Bana also. And that attack nanga you. Attack nanga you door a word to. And you konna ina also have the one bevestiging. That must be a holding for we. Niet alleen een consumerende geest. Maar te we jere a word to ja. That we sabi ay gado. Na you attacki. And that ibe tak desanik bananga mi. Dit woord is geen ledig woord. Jesaja 55 vers 11. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En dat volbrengen waartoe ik het zend. Halleluja. Geef de Heer applaus deze morgen. Dit is de reden waarom u kunt vertrouwen op Gods woord. Dit is de reden waarom u dit woord domweg kunt geloven. Mozes zegt, dit woord is niet ledig. En Jehovah zelf zegt, mijn woord zal nooit ledig tot mij wederkeren. Mino sabi de promissie sagado giu. Mino sabi de belofte sa je hoor ete. En ino shino waf den kon uit ete. Ma ti de manteng mi wan tegi u. Mi wan herinner u. Mi wan bemoedig u. A woord of fugado. Het zal niet ledig terugkeren. Mi brada mi sisa. Hoe lang het ook nog mag duren. U o shi. A uitwerking fu a woord to dat na in u libi. Mi e bribi. Mi e breathing. What word to? What word to we have for now do for masra? For just kenki kona in the situation. And tire mamanting. Mi be aksi masra. Masra, sort word to mi can give you folk. Sana a word to. A what word to? And gado begim a word to this. You ready? Zijn naam is Elrohi. De God die ziet. Tire mante mi wan tegi u gado eshi u brada nanga sisa. Mi no sabi doro sa u ego, ma mi wan tegi u hei ziet u. Hij is niet blind voor uw situatie. Hij is niet blind voor uw omstandigheid. Hij ziet u.
Je maar lees een verhaal die zie. In een verhaal van Hagar. Die abede in een woestijn. En een engel van God op een midrap en een eng. En kan je je even van jezelf naar in een woestijn. In een situatie pe. No one sma de nanga you. No one sma e begrijp you. No one sma e fear nanga you. You wa wang sap fa ye kregi gado. You wa wang sap fa ye begi ye suku masra en. Kande in e shiri so tat ete. Kande you e begi gi ap ching for you. Di no one dry libi. Kande ye begi gi a masra for you. Di e verharte ati. Fu no kondin masra. Kande ye suku gado gi wan boom moro betere roko. Kan je zoeken God ook een doorbraak naar in je geestelijke libi? Omdat je ziet dat een doorbraak niet kon echt eten. Mino sap het wat het ook mag zijn. Die man ten God ook tegen me voor tegen je. Hij is El Rohi. Hij ziet. Hij ziet u. U die helemaal daar achterop zit. Hij zegt hij ziet u. En die man ten. A instructie de. Suku mi na inimi woord tu. Omdat mi wan tak na nga you. Gado wan tak na nga anyone vi persoonlijk. En dat kan alleen in uw eigen persoonlijke relatie met de Heer. Broeders en zusters. Het woord van Christus is krachtig. Het heeft a abi precies zou i ab van nodig. Ik kan mijn moeite en mijn best hier doen om u te bemoedigen. Maar als de Heer u zelf een tekst geeft, zelf een woord geeft, dat je ervaart een bemoeienis voor God in je libi. Ik weet niet, het is een geweldige ervaring die elk een van u hier kunt hebben. U zei in het begin. Dat mijn pa bij actie Uno Alade hebben jullie gebeden, hebben jullie de Bijbel gelezen. Dus dan, volgens allemaal actie dat je begint doet, hoor. Want tama actie dat je kan denken, ja. Je hebt het gedaan. En ik gwenti ben kontang. Dat man denkt, ik ben begint, ik ben lees van tekst. Of ik ben lees van PC. En dan ben ik bafwade. Want dan dacht ik, als iemand me ooit heeft gevraagd, je Bijbel heeft gelezen. Ja, ik heb een tekst gelezen. Telek gado tegen mij voor poer een religieuze masker. Omdat ik het niet voor mensen doe. Ik doe het voor hem. God ziet ons, broeders en zusters. Hij ziet u. En vanaf toen dat ik ben, take me ting. En mi betegi masra taki. Tak nangami. En make a word of you kenki mi. Want uiteindelijk, a doel de dat a word to mus kenki wi. Brada nanga sisa a word to mus kenki wi. Drape pe mi pe uno ab geduld, moro geduld mus kong. Drape pe uno ab genoeg liefde, moro liefde mus kong. Pe uno ab verdraagzaamheid, moro verdraagzaamheid mus kong. Alla lezi mim actie gado, Heer, geef me geduld met Eden en Asher. Geef u mij geduld met mijn kinderen. Zijn er ook ouders hier? Of zijn mijn kinderen alleen als wervelwindjes? Alla lezi mim actie gado. En mi sapwa lees ete, volgens mij bij Gauroko. Gado begin me een tekst van, het ging eigenlijk over. We moeten snel zijn om te vergeven. Snel zijn om los boosheid. Zo een tekst. Niet wetende dat we een situatie wat doen voor naar Rocco. Pebora. En terwijl je een situatie bent, de Asanta je herinnert me. Wat heb je vanmorgen gelezen? Wat heb je vanmorgen gelezen? Heb je het alleen gelezen of ga je ook handelen? Joshua zegt, we moeten er niet alleen over peinzen, we moeten handelen. En Joshua Theo begint zijn, gi a word to a presina in you libi.
U gaat zelf versteld zijn staan ter situatie ik kom, dat je soms niets doet. In een jump omhoor uit die vel. Omdat er rust en er vrede voor Masra. Zij geeft je door een woord toe. Lijkt het alsof je nog op wolken loopt de hele dag. En als maar ik kan doen, zij de wani. Maar ik zal een woord toe voegen. Het tegen mij. Al wie tegen mij is, hij is met mij. Elk wapen dat is geformeerd tegen mij, zal niets uitrichten. Elke tong die tegen mij spreekt, stel ik in het ongelijk. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik ben geroepen. Ik ben uitverkoren. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van het lam. Ik ben een erfgenaam van de Heere. Ik ben zijn dochter. Ik ben een prinses. Halleluja. Dat is een woord voor Masra Edu. En wie allemaal jaken op ervaring. Daarom, de broeder Donovan of wie dan ook in actie wie van getuigen is. Vaak zijn we te gefixt op waarneembare wonderen. Een huis, een auto. Dat weer vier dagen min ook aan getuigd. Want min ook kiezen ook zo eten. Maar soms is het ook onze karakter. Wat hebben we geleerd uit die situatie? Dat is ook een getuigenis, broeders en zusters. Toch? Mijn man en ik vertrouwen God nu voor iets onmogelijk. En we zien nog geen doorbraak erin. En de Heer heeft me gezegd, ik ben bezig aan jullie te werken. Ik ben bezig aan je geduld te werken. Want om eerlijk te zijn, ik ben niet een geduldig persoon. Eerlijk, ik heb geen geduld. En dan was er een in je. En dat is een getuigenis, Elder Deborah. Dat daar waar je boos werd en je wordt niet meer boos erop, is een getuigenis van de Heer. Maar we schamen ons, hè? We schamen ons, want Saskia mag niet weten dat ik boos was. Dat we zien dat we een getuig. Maar dit is niet de biggie wonder dat ik het doe. Dit is niet de boren biggie wonder dat ik het doe. En laat me u zeggen, die persoon die naast u zit, niemand is beter dan een ander. Precies waar ik mijn tekorten heb, heeft die persoon daar ook. En God helpt ons allemaal als we willen. Maar we moeten het woord van de Heer de ruimte geven, broeders en zusters. Om te werken in ons. Dat we niet alleen hier zullen zitten en alleen hoorders zullen zijn van het woord. Maar daders zullen zijn. Zodat u kan zien en sani voor God in uw libi. Toch? Dat we kan zien groen in een geestelijke. Groen in uw begi libi. Dat drabe pe ube takwan tu woord tu nomo. We shifa e no me begi wa yuru. Tu yuru, drie yuru, four yuru. Dat na sagara wani. Hij is geïnteresseerd in u. Hij is geïnteresseerd in uw hart. En hij wil dat u moet gaan groeien. Dit jaar is ook uitgeroepen. Een jaar van vruchtbaarheid. En vruchtbaarheid begint ook eerst bij jezelf. Jouw eigen geestelijk leven. Want hoe ga je een voorbeeld zijn voor anderen? If you strive, Isabita. Johannes 17 vers 3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Brother Nangasisa, alibi zou u kiezen voor Masra, het is zo om. En alibi zou ook kiezen, het is maar één doel, om Jezus Christus te kennen. Dat zegt dit woord, dat zij u kennen. Je no kan kar je schrijven van Christen, maar je no sapsuma naar Jezus. Want je no op je eigen persoonlijke relatie naar een. Je no op je eigen ervaring naar een. Alla lezen je taki voor sa jere, sa pastor taki, sa elder Deborah taki. Maar Masra wani dat je moest op je eigen ervaring. U gelooft mij niet? Psalm 16 vers 11 zegt. Mozes zegt, dit woord is uw leven. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht.
Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwen. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Dat zegt Mozes toch? Dit woord is uw leven. Wilt u leven? Wilt u voorspoedig zijn? Joshua, er staat geschreven dat gij nauwgezet handelt overeenkomstig het woord, opdat gij voorspoedig kunt zijn, succesvol kunt zijn. En kijk wat het woord zegt. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Eén woord. Hij is El Roi en hij ziet u. Mijn laatste tekst waarmee ik zal afsluiten. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 4. Broers en zusters, ik wil u bemoedigen met dit woord. De rots, Christus is onze rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw, zonder onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. De Bijbel zegt, in den beginnen was het woord. En het woord was God. Wie is het woord? Yeshua is het woord. En deze morgen wil ik u bemoedigen. Dit woord, als u het gaat toepassen in uw leven, als u het gaat toepassen in uw persoonlijk leven, dan gaat u dit ervaren. Een God van trouw. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig. Dat is onze God. Hij verandert niet. Hij is dezelfde. De Bijbel zegt, hij is gisteren, vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid dezelfde God. U kunt nog steeds op hem vertrouwen. U kunt nog steeds op hem rekenen. Dwars door alles heen kunt u op hem vertrouwen. Hij stelt nooit teleur. Ik zeg het u, onze God, Agadofui, en hij stelt teleur. Hij stelt niet teleur, hij is trouw. Pelibisma elipi in de steek. Masragado etanawise. En apramiswi, ik ben met u al de dagen van uw leven. Tot aan de voleinding van deze wereld. Wij zullen verdrukking kennen, ja. Wij zullen omstandigheden kennen. Maar zolang wij onze ogen richten op onze Heere, zullen wij er doorheen komen, mijn broeder, mijn zuster. Gaat u nu door een dal van ziekte, dan wil ik u zeggen, hij is Jehovah Rapha, onze heelmeester. Gaat u door een dal waar u voorziening nodig heeft, dan wil ik u zeggen, hij is Jehovah Jireh. Hij zal voorzien in al wat zijn kinderen nodig heeft. De Bijbel zegt, als een vader goede dingen weet te geven aan zijn kinderen, hoeveel te meer onze Vader die in de hemelen zijt. Hij weet wat u nodig heeft. Als u hier bent en u gaat door een bepaalde situatie en u hebt geen vrede in uw hart, dan wil ik u zeggen, hij is Jehovah Shalom, de God van vrede. En hij geeft een vrede die elke verstand te boven gaat. Er is een lied dat zegt, I've got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. Peace that makes no sense. Waarom? Omdat het komt van de prins van vrede. Zien we de situatie in ons land, de berovingen, dan zegt de Heer, hij is onze Nisi, onze banier. Onze banier is hij in deze moeilijke tijd. Wij hoeven niet te vrezen. Kijk naar uw broeder, kijk naar uw zuster en zeg tegen hem, houd goede moed, mijn broeder of mijn zuster. Vrees niet. De Heere heeft overwonnen. En als hij heeft overwonnen, dan heb ik ook overwonnen. Want hij is mijn Heer. Hij is mijn God. Halleluja. Once my bar, amen. Amen. God is trouw.
En elke belofte in dit woord, u mag erop staan. U mag het claimen. Ik daag u uit voor deze week. We hebben paasconferentie komend weekend. Ik daag u uit. Vraag de Heer morgen een woord. Vraag hem een woord. Dat wanneer u komt in die paasconferentie, dat wat hier gezegd mag zijn, een bevestiging mag zijn voor u. Gaat u die uitdaging aan vanavond, vanmorgen? Gaat u die uitdaging aan? We gaan niet komen om te consumeren, maar we gaan komen met de houding. Heere, spreek uw dienstknecht en uw dienstmaagd luister. Amen. Gaat u met mij staan. Ik hoop dat ik u heb kunnen bemoedigen. Geef het woord de eerste plek in uw leven. En ik wil u vragen, voor hun, voor wie het moeilijk soms is om het woord te lezen. Weet u wat? We allemaal hebben een smartphone, toch? En ik wil bijna wedden dat iedereen hier Facebook heeft. Wie heeft geen Facebook? Osang. Hoeveel tijd brengt u door op social media? Hoeveel tijd zit u te swipen, 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 liken, liken, liken? Hoeveel tijd? En de Allah lees je, de omgo lees Bijbel nu, de Allah wie aje knikkenbollen. Terwijl we 3-4 uren op social media bezig zijn geweest. Om Santokje ook uit te schelden. Je moet dit niet doen hoor. En ik wil u vragen vanmorgen, eerlijk. Als u moeite hebt om het woord van God te lezen, nodig ik u uit om naar voren te komen. Ik kijk naar niemand. No look on sma. Of alles ma tap you ai. Da one look on wansma. En ik ga alvast bij de jongeren beginnen. Alle jonge mensen mogen naar voren komen. Want jullie kunnen de hele dag op Facebook zijn. Maar als ik jullie nu vraag wat in de Bijbel staat, gaan geen van jullie me kunnen zeggen. Komen jullie naar voren. Laten we geen generatie zijn die alleen zegeningen van God wilt. Maar laten we een generatie zijn die wilt weten wie God is. En de enige manier om te weten wie God is, is door zijn woord te bestuderen. En jullie allemaal hier moeten je eigen ervaring hebben. Je eigen ervaring. Sluit je ogen, hef je handen op. Ik ga broeder Donovan vragen om te bidden voor de jonge mensen. Halleluja. Masra, ik kom je droom naar Allah en Jehovah. Heren, ze zijn eerlijk. En het lukt alles maar of de meeste dingen. We lees je woord toe alle dag. We studeren je woord toe alle dag. Maar straks gaat het lekker van je betekenen in de kabaar. En lekker van je dienst mag betekenen ook toe net. De enige manier om u te kennen is door uw woord. De enige houvast, o Heer. Onze enige getuigenis is vanuit uw woord. Om ons te verdiepen in uw woord. Maar ze zijn ook toe aan maanden missie. Mijn begin dat alle de jongen zijn knap jaso. Maar bom de ankra na in uw woord toe, o vader. Heer, en mag lees een woord toe. Bestudeer een woord toe. Heer, dat ik brie afleiding. Maar ze gaan dus de ervaar. Maar ze gaan dus de wan lees een woord toe. Om te de wan met wan aanstelde voor lees een woord toe. Heer, dat alle afleidingen. Heer, alle vermoeidheid. Masra kado sa lusting na ini amning fu Yeshua. Masra kado me begi takwa openbaring sa degi ala mala. Terwijl de sa lisi, you sa chade go takwa next level. Here tak de sa she, here and you de sa yere. Vader, here sa you is sorting vanuit a wortu. Masra kado you wortu na wa wapen, you wortu na wa licht. Here and me begi tak a wortu dis o here, a so here, sa werpen vruchten af in die aanneem voor Yeshua, in aanneem voor Jezus. En alles maar jana visi ebar. Amen. Nogmaals, dit is een duidelijk woord dat de Heer me had gegeven. Als jij dit niet leest,
heb je geen grond om op te staan. Want we zoeken vaak genoeg. Heere, geef me een sign. En dit is nou je sign. All the signs and wonders that you are searching for are in this book. Ze zijn niet op Facebook. Ze zijn niet op WhatsApp. Ze zijn vaak hier zo. Hoe meer je leest, hoe meer je Gods kracht in beweging zal zien. Amen. Hoe meer je leest, hoe meer je te weten zal komen wat God wil doen. Hoe meer je leest, hoe meer je jouw identiteit in Christus zal vinden. Want alles staat hierin. Lees het, bestudeer het en je zal het zien en ervaren. Amen. Amen, dankjewel. Make that glory for my strength.